Ik hoor alleen maar van... Oh, de sfeer is fantastisch. Ja, de sfeer is zo goed. Ja. Nou ja, daar ligt de basis. Hè? Ja, maar daar word ik nerveus van, hoor. Ja, dat klopt, ja. Dat moet ook niet te goed gaan. Nee, want die sfeer is zo goed. Maar hoe goed is dat dan, die sfeer? Ja, ik bedoel, vraag ik ook even over de sfeer. Ja, de sfeer. Nee, de groep gelooft er nu ook in. Ja, de groep gelooft er nu in. Oh, wat is dat dan? We moeten ervoor gaan. Of we moeten ervoor gaan? We moeten ervoor gaan. Dat zeggen jullie ik dan? Ik val ook een beetje in herhaling van wat de journalisten allemaal zeggen. Oh, maar dat zeggen jullie dan ook tegen elkaar? Ja, wij zeggen dat ook helemaal tegen elkaar. Van, de sfeer is goed, we gaan ervoor. Dus. Maar jullie zeggen dat echt tegen elkaar in de kleedkamer? Nee, ja, daar is het eentel. We gaan ervoor. Echt waar? Ja, zeg je. Zonder te lachen? Zonder te lachen, ja, serieus. Oh, en dan is die sfeer ineens optimaal. Die is ineens optimaal, ja. Vanaf het moment dat we binnenkwamen is hij al goed. Arthur, ik beweer al heel lang, we worden wereldkampioen. Ja. Geloof jij het ook? Geloof ik ook. Ga je het even zeggen? Want iedereen moet het even zeggen voor mij. Ik loop even weg. Loop jij even een rondje in? En dan zeg jij, jij gaat zeggen van, we worden wereldkampioen. Ja, is goed. Mensen, luister allemaal, het Nederlands elftal wordt wereldkampioen. Ja, jij hebt het gezegd. Nou, Danny. Kijk. Fout gaan. Heb je recht in de lens gekeken? Ik heb recht in de lens gekeken. Ik heb het Nederlandse volk gesproken. Ja? Dat kan niet fout gaan. Oh, dus dat is allemaal geregeld? Dat is geregeld. Goed. Ik heb nog wat voor jou. Nou, ben benieuwd. Wacht. Ik ben benieuwd. Wat denk je wat dit is? Zal het een eindammertje zijn? Nee, dit is echte Zwitserse kaas. Ja, dit heet Tête de Moine. Oftewel? Ja, nou dat vraag ik aan jou. Tête is kop. Hoofd. De Moine is een monnik. Het hoofd van de monnik, ja. Het hoofd van de monnik. En dan moet je goed opletten wat er gebeurt. Kijk, zie je dat krulletje? Ik zie het krulletje. Dat rolt helemaal op. Dat rolt op. Dus dat houdt in. Hetzelfde moet met maak het zelf maar gebeuren. Nou. Met die tegenstanders moet het gebeuren. Nou, van begin tot het eind. Kijk, ik, 90 minuten. Ik leg het maar uit met visuele dingen. Ik denk, ik ben hier dan toch in de Zwaarts. Dus jij komt met een kopje van het monnikje aan. Ja, ik hou hem vast. Ja, dat moet jij mee. Nou, je mag het zelf ook even proberen. Ik mag het zelf proberen. Ja, dan dat je het gevoel krijgt van hoe rol ik die tegenstander op. Kijk, drukken. Ja, goed. Ja. Kijk. Zo rol je die vijand op. Perfect. Kijk, dat is helemaal goed. Je moet het even proeven natuurlijk. Ja, proef even. Hé, hoe smaakt die monnik? Spuug je het nou uit, Arthur? Vind je dat niet lekker? Proef het zelf. Nee, is het niet lekker? De monnik? Een partij droog? Ja, hij is een... Je mag het er ook gewoon in. Wacht wel een beetje kaasje voor dan, hoor. Ja, die kan. Ik wacht wel een beetje kaasje. Ja, die kaas. Je wilde zeggen van je loopt nou hoeren, maar je merkt zelf dat het niet eet is. De kaas is een beetje droog, Arthur. Goed, maar hij rolt wel. Hij rolt wel. Ja, maar hij niet is droog. Mond. We beginnen met Cameroen, of niet? Met Cameroen. Dan moet het gebeuren. Weet je trouwens de hoofdstad van Cameroen? Even een tussenvraagje. Je moet geen rare dingen vragen. Dat gaat niet op afgesproken. Ik zou het niet weten. Zou je niet weten? Vergeet het nooit meer, Yaoundé. Nou, Yaoundé. Hou goed. Op het puntje van mijn tong. Wat gaan we doen met Cameroen? Het rijmt ook nog een keer. Dan geven ze van katoen. Oprollen? Nou, oprollen zal het niet worden. Zal het niet worden, maar. Wel winnen, hè? We gaan voor overwinning. Ja, want ik wil wel graag een goede performance van het Nederlands elftal. Ja, gaan we dat doen? Ja, dat zal lukken, ja. Dat Nederland gewoon even een keertje weer lekker, gewoon een lekkere... Goede start van de voorbereiding. Ja, gewoon een lekkere, goede wedstrijd. Juist, dat het Nederlands volk kan zien van, nou, ze willen er gewoon voor. Juist. Ja? Ja, absoluut. Oké, gaan we dat doen? Spreken we af? Oké. Oké, Harry.